Een hele goede dag mensen en leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe aflevering van F1 2019 de Career Mode. We gaan nog verder in Duitsland. Ronde nummer 11 van het kampioenschap en aflevering 12. De upgrades. En ja, voor de kwalificatie krijgen we dus regen. En de stappen die we dus hebben gemaakt, want we komen richting de Racing Point toe. Ongeveer het vijfde team werken wij dus naartoe om in de top 5 te komen. Ja, de driver details, de tree eigenlijk, upgrade tree, en hier zien we dus allemaal wat er is geupgrade. In Hongarije komt er een enorme motor upgrade aan, wat ons nog verder naar voren moet brengen richting Haas en Renault. En we gaan gelijk door naar de kwalificatie. So, could be a tasty one today then, Ant. We've got all the ingredients, that's for sure. Treacherous conditions, an ever-changing racetrack, and one or two cars just behind the pace setters who maybe, just maybe, fancy a bit of an upset after a good performance from them in free practice. And the question has to be, of course, what is that circuit going to look like in 10 to 15 minutes from now? If you think the rain's going to get worse, then you have to be straight out when the lights go green to find whatever grip you can. But if it eases off, then you're better off waiting, saving the tyres, and going out at the perfect moment. The other thing that comes with these conditions? Traffic, and the lack of visibility that comes from sitting in the spray. It's going to be a constant problem, and I expect to see a lot of frustrated drivers with ruined laps out there today. Now, the intro is dus gedaan door David Kloft and Anthony Davidson. En we zitten dus in onze eigen auto nu. Het regent hier dus, op de wetbanden zijn we dus. Dan gaan we kijken wat onze rondetijden dus gaan worden. Of dat we door kunnen naar Q2. Bak Mailand zijn dus ingeschakeld. Ik denk dat we na de kwalificatie niet meer aan kunnen passen aan onze auto. En je ziet al gelijk, de baan is kletsnat. Ik hoop niet dat het ook in de race zo gaat worden. We kunnen de auto nu zelf gaan besturen. Oh, we schieten er wel even door. Oeh, bijna weer in dezelfde bocht waar we vorig jaar ook crashten in de career van F1 2018. Dat was ook in dezelfde auto, ja Sauber. Was ook op dezelfde baan en was ook dezelfde omstandigheden. Toen regende het namelijk ook. Je kan die video altijd terugkijken in de afspeellijst F1 2018 career. Ja, we zijn zo over 6 minuten heen gekomen en dat betekent dat we dus nu een ronde gaan neerzetten in de Alfa Romeo. Hartstikke nat, we proberen hier een andere lijn te nemen. Een klein beetje wielspin. DRS dus niet ingeschakeld vanwege de regen. Dat mag dus helaas niet. Hier een hele irritante bocht. We nemen hem wel even kwijt. Oh, Perez zet de snelste race ronde. 1.28.5. En we schieten gelijk door. En we zijn de auto dus kwijt. En dat betekent dat wij deze ronde dus hebben. Dat de ronde dus is mislukt. We gaan dus terug naar de pits. Om een nieuwe ronde neer te gaan zetten. Mijn ingenieur adviseert dus om wet tires te gebruiken in deze conditie. Dat snap ik ook, want het regent keihard. Ja, en de lampen zijn dus weer voor de tweede keer uit in qualifying en we nemen de bocht even ruim voor meer snelheid hier naar de binnenkant. En dat is ook gelukt. Hamilton heeft nu de snelste tijd neergezet. Ik kan zijn tijd dus niet zien op dit moment. Het lijkt wel of het wat harder is gaan regenen, zo te zien. Ik weet niet of dat waar is. Alles staat vol open en Hamilton heeft in de eerste sector een 19-0 laten noteren. Wij moeten proberen om dat te kunnen verbeteren. Oh, laat maar. We hebben de track limits dus weer gepasseerd. En dat betekent dus opnieuw geen tijd voor ons. En deze ronde is gewoon helemaal weg. Want we schoten daar gewoon keihard door. Voor het finish zetten we dus een 1-4-2 neer. Maar nu is onze rondetijd weer geldig. Oh, in ieder geval 16e boven onze tijd. Dus dat is niet goed, dus we moeten nu verbetering gaan zien te vinden. Dat lukt helaas niet, want we schieten alweer door in deze lastige omstandigheden. En we zitten 1,4 seconden boven op de tijd van Hamilton. Oh,
Oh, we waren de auto er weer bijna kwijt hoor. Dan zijn we weer terug de pissing gaan en ja, we hebben dus opnieuw een tijd kunnen laten noteren. Het is een 1:32:0. Wat ons op de laatste plek brengt. Dat is niet fijn. Ja, full wets dus nog steeds. Norris naar 2 en Raikkonen naar 17. En wij nog steeds laatste. Kunnen we proberen of wij misschien P17 of P18 kunnen pakken. Ik hoop het. Nou, dus heel op hetzelfde punt waar we altijd, onder gaan starten. Sorry voor dat de klik. Oh, kan er ook nog wel bij. In de ginbak. Oh, we hebben Charles Leclerc geraakt. Charles Leclerc is geraakt door ons. En dat is dus een 5 seconden gridstraf voor een touché met Charles Leclerc. Oké. Ja, ik had misschien kunnen wachten terwijl we daar weer een flink moment onderstuur hebben hoor. Ja, deze condities zijn niet goed voor ons. Met nog 3 minuten en 34 seconden op de klok. We gaan dus weer een tijd neerzetten. Hopen misschien dat we kunnen verbeteren. Alleen het heeft geen zin, want we zouden toch vanaf P20 met die grid penalty. 7 minuten nog te gaan in deze sessie. Groen, persoonlijke verbetering. En wat wordt onze positie? P13. Ah, dat is goed. Dat had ik niet verwacht. Met nog 2 minuten te gaan. En nu gaat iedereen nu naar buiten en wij gaan nu weer naar binnen. Stol hier ook rijdt hartstikke langzaam. Alhoewel, we hebben nog genoeg fuel over en genoeg rust. Dus ik weet niet of dat handig was om naar binnen te gaan. Ah, Weber aan de kant. En we gaan toch gewoon door. Ja, ik had besloten dus om nog niet naar binnen te gaan, want ik had gedacht, ik heb nog genoeg fuel over. Dus we gaan dus opnieuw een ronde beginnen. Met nog een paar minuten op seconden op de klok zelfs, sorry. Zit in het groen. Een paar duizendste, een tiende zelfs nu. Oh, Bottas. Nee, Bottas, wat doe je? Ja. Oh, daar komt ook Gasly, Butler aan. Ja, dankjewel jongens. Ja, aan de kant, Butler aan de kant, die spint zelfs hier. Chaos hier in de laatste minuten van de kwalificatie. De AI die ziekt hier gewoon mijn laatste run. We hebben nog genoeg fuel en us over, maar ik weet niet of dat slim is. Of was dit al de laatste ronde? Oh, dit was al de laatste ronde. En het is P19. Ha. Dus de AI die verziekt hier gewoon mijn laatste ronde gewoon. Ja, hij was wel slecht, maar alsnog. Kimi naar 12, dus die is door naar Q2. En wij starten helaas van de laatste plek, omdat wij een gridstraf hebben voor een touché met Charles Leclerc. En dan gaan we gewoon kijken wat de race brengt. Hoop ik. Maar eerst de resultaten van de rivaliteit. We winnen ten opzichte van Kimi Räikkönen, we winnen ook ten opzichte van Lucas Weber. De resource points hebben niet zoveel binnengehaald. 582 in totaal. De reputatie is wat gedaald bij andere teams. Dan kruipen we richting de veteran en de sportsmanship. Unfortunately, we've picked up some grid penalties and we'll be starting further back than you expect. As for how bad it is, that'll depend on what the other drivers get. Ja, dankjewel Jeff. Dan gaan we dus gewoon door naar de race. Even de message van Jeff lezen. Raceverwachtingen en dan kunnen we beginnen met de race. Upgrades nog, maar ik weet niet, zal ik ze nog uitsparen voor? Ik spaar ze gewoon uit voor naar de race. En dan gaan we kijken wat deze grootprijs oplevert. Welcome to a place that is very special to us all in the Formula One community. It's the Hockenheimring, home of the German Grand Prix.
Always good for a close scrap is Hockenheim. Think back to Alonso, Ricciardo, Vettel as recently as 2014, and I'm expecting some more strong racing today. We're racing in the Rhine Valley this weekend, at the home of many of the sport's finest competitors. The 2.8-mile Hockenheim Ring requires precision through the technical stadium section and great raw speed down the long flat-out curve towards the popular overtaking zone of the Turn 6 hairpin. Watch out for a lot of wheel-to-wheel action there today. Joining me for today's race once again is Anthony Davidson. Can we talk about Mercedes? What do you make of their performance so far this season? Well, the atmosphere within that team seems very positive at the moment. Everyone seems like they're in great spirits and having a lot of fun doing what they do. And that's definitely contributed to the performances we've seen. It's time to see how our drivers are stacking up after yesterday's exciting qualifying session. Lewis Hamilton lines up on pole position, and starting alongside in P2 is Sebastian Vettel. Moving on to the rest of the grid, we have Verstappen, Gasly, Nico Hülkenberg, and Perez. Butler, Norris, Raikkonen, and Carlos Sainz. Leclerc, Ricciardo, Romain Grosjean, and Albon. Weber, Magnussen, George Russell, and Valtteri Bottas. Stroll, and the Professor. And now, it's time to head down to the track. Keep your eyes open on the run to turn one and keep it clean. We want to come out in one piece. Good luck. Nou, hier zijn we dus voor de Grand Prix van Duitsland. De race gaat hier nog even bekijken. Misschien wat extra fuel meenemen. En we gaan dus op een andere strategie, want we starten nu op de medium compound. Omdat we van achteren starten, wil ik met deze strategie proberen om naar de punten te rijden. En we gaan dus beginnen met de grote prijs van Duitsland, career aflevering 11 volgens mij. De lampen zijn dus officieel aan voor de grote prijs van Duitsland en we zijn onderweg. En we komen niet zo lekker weg. Want Stroll en Bottas zijn al beter weg. Het is daar wel lekker een gekkenhuis. En we zijn Stroll voorbij. Russell ook aan de binnenkant. Butler net niet. Bottas is daar druk. Weet u zeer, Bottas. Die laat hier ons niet leven. En oh, we hebben een illegal overtake om Weber gepakt. Ik weet niet hoe dat kwam. En Stroll die profiteert ook gelijk mee. We zijn doorwezen naar P19. Stroll zet aan de aanvulling van Lucas Weber aan de buitenkant. Maar wij duiken aan de binnenkant van Lucas Weber. Oh, tussen in de Williams. Tussen de Williams en dat. We gaan dus een flashback gebruiken. Hoop dat je goed is. Diep remmen. Oh, we raken ook de auto van Nico Hülkenberg en. Sorry, de auto van Daniel Ricciardo, als ik het goed zeg. En Romain Grosjean, Lucas Weber. Alweer Lucas Weber. Ja, nu laat hij ons wel leven. Mooi zo. Alexander Albon is de volgende die we gaan pakken. Hoppa. Oh, ik denk, oh, we zetten hem aan de binnenkant, maar helaas. Ronde nummer 3 inmiddels, DRS is geopend. En daar komen we dus met aanval op Alexander Albon. Oh, dit is er ook een gigantisch gevecht aan de hand met Romain Grosjean en Daniel Ricciardo. Grosjean naar de buitenkant. En wij duwen Kevin Magnussen naar buiten in zijn Renault. Grosjean en Ricciardo nog steeds in gevecht. Maar Grosjean heeft die plek dus gepakt. P13 voor de Fransman. En wij kijken hier bij Daniel Ricciardo aan de buitenkant. Dat gaat, maar we raken elkaar. We raken elkaar. En wij moeten dus op het gas om te zorgen dat we niet verder toucheren. Voorbloemen is heel gelukkig. En Grosjean zet ook de aanval in op een andere rijder. Ik weet niet, dat is volgens mij een Williams. Nee, sorry, dat is Devin Butler in zijn Toro Rosso. Dat is hier wel erg druk. Oh, Albon zat daar wel te kijken. DRS dus enabled. En daar komt Grosjean op Devin Butler. Ja, Devin Butler. En hij is er voorbij. Ricciardo kijkt ook gelijk bij Devin Butler. Ricciardo aan de binnenkant. En dat is P14. Wij profiteren gelijk mee met die aanval. Maar wij kunnen die aanval niet slagen. Hier proberen op het lange rechte stuk. De Ferrari Power heeft meer snelheid dan de Honda. Hé, hey, Butler heeft ook een voorbleukerschade. Die heeft iets geraakt. Ik weet niet wat. En inmiddels naar P14.
diep aanremmen bij Ricciardo, vol pleuroschade. We gebruiken dus een flashback om dat ongedaan te maken. Dus we gaan het gewoon nog een keer proberen en nu doen we het hier even voorzichtig hoor. Mooi zo. Steeds zit Ricciardo bij Romain Grosjean te kijken. Inmiddels ronde nummer 6, DRS enabled. Grosjean is gepasseerd door Daniel Ricciardo. Wij zitten hier gewoon in de kont van Grosjean zelfs. De gearbox eigenlijk, snellingsbak groen in sector 1, 14e sneller. Grosjean heeft hier weer DRS. En wij kunnen hier mee een toe pakken van Ricciardo aan de buitenkant van Grosjean en Daniel Ricciardo. Wordt dat een 2-1? Nee. Hier een betere exit pakken. Lukt misschien. Klein beetje. Oh, DRS. We hebben een fout bij de DRS. Heerlijk dit. Heerlijk. Aan de buitenkant bij Romain Grosjean. Ja hoor. P12. Maar hij kan hier nog terugkomen. En dat doet hij. Dat doet hij hoor. Ja hoor. Ja hoor. Romain Grosjean zit hier nog aan de binnenkant. Dit wordt bloedspannend. En wij hebben gelukkig die plek nu echt te pakken. Mijn ingenieur zegt een andere strategie. Doen we dus niet, we rijden langer door. Oh, virtual safety car, want Sergio Perez is out of the race. Ik zag het daar wel even boven in het scherm. Virtual safety car. We stappen vlak achter ons. De delta is inmiddels opgelopen naar een seconde, want wij hebben alles dicht staan. Ik weet niet of de DRS nu inmiddels weer open is, hoop ik. Dat is de vraag. Kan ik mijn DRS weer gebruiken? Ik hoop het wel. Nou, we kunnen dus weer gaan racen. Hamilton met de snelste raceronde. Gele vlag. Hier is iemand uit. Oh ja, dat zijn nog de auto van de racecourt. Daar komt Verstappen aan de binnenkant die hem daar heel brutaal zet. Wij kruisen hier terug. Wij duwen hem terug. Hé, voorvleugelschade. We hebben voorvleugelschade. Oh, dat was close met Sebastian Vettel. Zo, de knetter. Dit is gewoon een knots gegooid bij Vettel die mij daar gewoon de pas afsnijdt. Vettel, wat doe je nou? Ik hoop niet dat dat ook in het echt gebeurt. Maar dus wordt dit een langere stop vanwege die voorvleugel. Kom op team, kom op. Goed zo, 7.4. De gear was unavailable. En nu? Moeten wij een inhaalrace gaan doen, omdat wij die voorvleugel dus hebben beschadigd. Ronde nummer 9, we komen achter George Russell terecht. En de vorige keer Kevin Magnussen. Weet wel dat wij op een andere compound nu starten. Ik weet niet, is de DRS beschikbaar? Ja, de DRS kunnen we dus weer gebruiken, gelukkig. Kijk eens aan, meer snelheid dan George Russell en daar zijn we er eenvoudig voorbij. Grosjean is ook aan het vechten volgens mij met een van de racing points. Lance Stroll, oeh, we rijden daar dicht naar Romain Grosjean toe, maar dit is nu al een knotsgekke grote prijs. We kijken hier wel bij Romain Grosjean, meer snelheid misschien buitenom. We nemen ook een net wat andere lijn zie ik, wat scherper. Daar komen we met een oude Romain Grosjean, we rijden naar de binnenkant toe. En dat is een prachtige inhaalactie, maar Grosjean laat hem staan. Maar wij duwen hem daar gewoon op het grind. Dat mag allemaal, want wij krijgen geen straf voor. Vettel heeft de snelste raceronde gezet, zag ik. Die leidt niet de grootste prijs. Ronde nummer 10. Stroll gaat er ook aan. Ja hoor, daar komen we met aanval. Stroll verdedigt de binnenkant, maar wij duiken hier nog verder naar de binnenkant. En dat is P14. De volgende is ons oud Formule 2 rival Lucas Weber. Dat is P13 inmiddels. En misschien kunnen wij nog P10 pakken. Ik weet het niet zeker, maar dan moet er gewoon een wonder gaan gebeuren. Maar ik denk het niet. Ik hoop het. We zullen zien. De vraag is, kunnen wij naar Lucas Weber toe rijden? Die heeft hier de Mercedes motor. De Mercedes motor is sterk. Ronde nummer 10. Groen in sector 1 en 2. Persoonlijke snelste raceronde. Is dat persoonlijke verbetering van onze tijd? De 14.3 seconden naar Kimi Räikkönen toe. Achterplek.
1.18.5 was hun snelste, was hun laatste race ronde. Kunnen we hier een aanval maken op Lucas Weber. We hebben hier meer snelheid. Daar komt de aanval en dat is P13. We zetten de snelste race ronde neer, 1.16.4. Maar dat is niet genoeg voor een extra punt. Dan moeten we P10 pakken, dan hebben we 2 punten. Ik hoop dat het gaat lukken met nog 6 ronden te gaan. Alexander Albon die rijdt inmiddels toe naar zijn concurrent. Ik weet niet wie dat voor is. Volgens mij Daniel Ricciardo. Daar komt Alexander Albon met de aanval. Daniel Ricciardo aan de buitenkant. En Ricciardo zit daar nog. En wij kunnen hier een toe pakken van Alexander Albon. Hoppata. Zo doen we dat. 2-1. P11. En nu kunnen we proberen om naar Carlos Sainz toe te rijden. Dat bedoel ik. Met nog 4 ronden te gaan. Ik denk niet dat dat gaat lukken. Want dat gat is gewoon te groot voor ons. Maar dit was gewoon een prachtige inhaalactie. 2-1. Prachtig. Dit is ook een vette goede prijs dit. Maar ik denk niet dat we Carlos Sainz kunnen pakken. Lewis Hamilton wint denk ik gewoon de wedstrijd. Want het is de race alweer bijna voorbij. Nog 400 te gaan. Ja, Lewis had gewoon een dikke voorsprong als ik op de minimap kijk. Gat aan Sainz 9.3. Dat rijden we niet dicht. Dat weet ik nu al. Dat rijden we niet dicht. Want dat is gewoon te ver. Rood in sector 1, rood in sector 2. Ronde nummer 14 is hier ingegaan. 9.0 naar Sainz. 14 halen we eraf in een kleine sector tijd. Ja, Lewis Hamilton wint dus de wedstrijd. En het is ons niet gelukt om naast Carlos Sainz toe te rijden. Maar wel, dit was een van mijn sterkste races ooit. Wij vinden ze op P11 in de grootprijs van Duitsland. Mercedes have won it, and what a great race it was. Tell me, Ant, how did they manage to achieve this win? Well, I know it's a bit of a boring answer, but the truth is they simply had the best speed package on the day, and a driver who knows how to take advantage of that. It doesn't matter how much time you spend poring over the stats and planning strategies if you can't keep the pace, and our winner today showed they could do both. And I can see the drivers starting to approach the podium for the victory celebrations. A real team victory today. Everybody played their part. Congratulations then to Mercedes, your race winners today. De uitslag, Lewis Hamilton wint dus de wedstrijd. Ja, wij pakken de snelste raceronde, maar niet voor de punt. P11, Raikkonen pakt punten, Vettel maakt en Charles Leclerc maakt podium voor P8, Gasly naar 4. Bottas Drive of the Day, want die komen gewoon vanaf P18, dat is gewoon bizar. Die hebben gewoon een uitstekende strategie gedaan bij Mercedes. Petje af, respect. Nog steeds P8. En Sauber zijn nog steeds 6 met 27 punten. Dus ja, misschien kunnen we in Hongarije terugkomen voor punten. Dan gaan we nu gewoon door naar, denk ik, het datacenter of naar de interviews. Ik weet het niet zeker, maar we zullen zien. De resultaten. We staan nog steeds gelijk met Kimi Räikkönen. We winnen ten opzichte van Lucas Weber. En kijk wat de resource points ons hebben opgebracht. Kijken of dat te veel zijn. Hoppa, 453 in totaal. 531 in totaal. Reputatie is wat gestegen bij de teams. Gelukkig. We kruipen weer richting veteran en de sportsmanship toe. En dan gaan we door naar de volgende ronde. Nou, dit was het dus voor die mensen. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Laat van like uit als je genoten hebt.
Abonneer op mijn kanaal voor meer afleveringen van F1 2019 Career Mode en Project Cars 2 Career Mode. Reageer wat het beter kan of moet worden op deze video. Druk ook op het belletje naast de abonneerknop om geen enkele video meer van mij te missen. Volg me even op de sociale accounts, Instagram en Facebook, staan allemaal in de beschrijving. Pak nog even upgrades mee voor Hongarije. En dan zou ik zeggen, een fijne dag nog verder. En tot ziens, tot de volgende keer bij F1 2019 Career Mode. Dan gaan we verder in Hongarije. Een fijne dag nog verder en tot ziens.